Het Caribbean Community Climate Change Center voert momenteel in samenwerking met het ministerie van ROM het Small Island Development States Capacity and Resilience programma uit. Van 21 tot en met 23 mei 2024 werd een training gehouden om capaciteit op te bouwen om structurele beperkingen in geselecteerde landen te overwinnen. Gefinancierd door het Britse Foreign and Commonwealth Development Office richt het programma zich op capaciteitsopbouw in projectontwikkeling en beheer, inkoop, monitoring en evaluatie, milieu en sociale standaarden en gender- en klimaatfinanciering. Dit heeft tot doel de capaciteit van de publieke sector en hun partners te versterken. Suriname ontving op 16 mei 2024 in Mexico twee awards en een certificaat van het SARI-netwerk van de WHO voor hun inzet tijdens de COVID-19-pandemie en hun bijdrage aan het netwerk over de afgelopen 10 jaar. De awards erkennen hun werk in surveillance, preventie en controle en de uitzonderlijke prestaties van het Centraal Laboratorium bij het monitoren van influenza en SARS-CoV-2. De erkenning is opgedragen aan de gehele laboratoriumgroep en gezondheidswerkers voor hun toewijding en inzet voor de volksgezondheid. Helmut Haukes, CEO van Haukes Group of Companies, heeft op 23 mei zijn ervaringen uit Jamaica gedeeld met minister Stephen McAndrew van AWJ. Haukes bezocht daar Manpower and Maintenance Services Limited, een bedrijf dat jongeren uit sociaal zwakke gebieden intern traint en werk biedt. Dit model, dat jongeren uit kansarme milieus helpt de arbeidsmarkt te betreden, inspireerde Haukes. Minister McAndrew waardeert deze burgerparticipatie en wil samen met Haukes en andere organisaties een vergelijkbare aanpak in Suriname implementeren.